Hallo iedereen en superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik een superleuke geruilsaanmerking met jullie inpakken. Dus zijn jullie benieuwd wat er allemaal in die geruilsaanmerking zit? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar snel beginnen. Ik heb de geruilsaanmerking samen met mijn allerbeste vriendin gedaan. Of ja, één van mijn allerbeste vriendinnen, want ik heb er wel meer dan één. Maar ze heeft ook een sieraden-account genoemd Jewels by Lise. Maar kennen jullie haar wel, denk ik, want ze is ook al vaker in mijn YouTube-video's geweest. Maar dit is dus haar account, dat komt hier heel even in beeld. En we hebben dus een ruilsamenwerking gedaan. De ruilsamenwerking heeft een waarde van iets meer dan 23 euro, dus dat is wel heel wat, hè. Het is niet ontzettend veel, ja, eigenlijk wel, want we hebben ook wel eens grotere ruilsamenwerkingen gedaan. De grootste heeft volgens mij een waarde van 50 euro, dus dat is echt wel... best wel veel. Maar wat ik dus als eerste doe, ik ga alles in het boekje opschrijven. Dit is mijn bestellingsboekje. En hier hou ik ook alle bestellingen bij. En ook ruilsaanmerkingen. Volgens mij hebben jullie dit boekje ook al eens gezien bij andere order die ik ging inpakken. Dus ik schrijf het altijd hier in het boekje. Dus dat ga ik als eerste doen. Ik ga natuurlijk dan niet helemaal filmen. Want dan zijn we heel lang bezig met... of ja, dan gaat de video heel lang duren. Dus wanneer ik alles erin heb geschreven, ben ik er bij jullie terug. Of ja, dan kom ik weer bij jullie terug. Dat is iets beter, denk ik. Oké, alles staat hier in het boekje genoteerd. Dat is echt wel veel. Er staat ook nog genoteerd. Maar we gaan beginnen met al deze 2 mm kralen. Die heb ik al genomen. Maar soms heeft ze zo meerdere zakjes van 10 gram. Dus die ga ik eerst allemaal samen doen in één ziplockzakje. Dus dat ga ik nu eventjes doen, maar ik denk dat ik mijn camera ergens anders ga zetten, want anders zien jullie die kraal niet. En dat is wel een beetje vervelend, denk ik. Oké, ik heb mijn camera zo gezet, dus normaal moeten jullie nu alles zien. Eerst neem ik ziplockzakjes, grotere ziplockzakjes, waar ik de kralen ga in doen. Maar ik ook nog een soort van leeg potje even nemen, zodat dat makkelijker gaat. Ik ga dit leeg potje gebruiken, zodat ik eerst al deze kralen hier kan indoen. En dan ga ik die overgieten naar dit zakje. Maar ik denk dat ik nu een timelapse ga zetten, want anders gaat het heel lang duren. Dus ja, veel kijkplezier. Oké, alle kralen zitten nu hier. En dat is allemaal klaar. Dan kan ik dat hier in mijn boekje gaan afvinken. Ik denk dat ik dat gewoon met de markeerstift ga doen. Ik ga daar zo een vinkje achter zetten. Dat is gedaan. En dan de kraal ook. Dan ga ik die nu in een doos doen. Dus hier is die doos. Ik heb die een beetje leeg gemaakt. En daar ga ik dus de kralen heel mooi in leggen. Ja, zo mooi moet het ook weer niet, maar ik ga het er gewoon weer zo leuk in leggen. Er komt ook nog heel veel andere dingen bij. Dus ja, daarom. Dus zo ziet dat er nu al uit. En nu ga ik het volgende nemen. Het volgende... wat ik nodig heb zijn 100 ziplockzakjes klein en 100 grote ziplockzakjes. Dus die ga ik nu ook heel eventjes nemen. Oké, ik heb de ziplockzakjes. Die zijn de grote en dit zijn de kleine. Oh. Dus die gaan ook bij in de doos. Dan kan ik ook alweer afvinken op mijn boekje. Dan staat er 100 kleine pareltjes en 1 gouden slotbedel, dus die ga ik ook even nemen. En zoals jullie zien ben ik even ergens anders gaan zetten. Dat is iets makkelijker. Dus had 1 gouden slotbedel en ook nog 10, wacht even kijken, 10 zilveren muntjes. Dus ik ga die even samen nemen en dan ga ik die in zo'n stippenzakje doen. Dus ik neem al even een stippenzakje erbij. En dan ga ik hier in het bakje 10 muntjes doen en 1 gouden slotbedel. En hier zitten dus die muntjes in. Dus dat
Dat ga ik heel eventjes doen. Er zitten dus alle 10 muntjes in. En in dit ziplockzakje zit een gouden beel. Die halen we er even uit. En die doe ik ook even bij. En dan doe ik daar allemaal in het ziplockzakje. Een beetje dichter hebben, het ziplockzakje. En dan ga ik dan dat even ingieten. Zo. En dan gaan we dat dicht plakken. Ziezo. En dan kan dat in deze doos. Met alle rest. Ik ga dat zelfs nog wel allemaal netjes leggen, maar nu doe ik het even zo. Oké, dan ga ik nu het volgende erbij nemen. En ik zit heel even op mijn bed. Ik weet niet waarom, maar op alle andere plaatsen is het beeld gewoon heel slecht. Dus daarom. Ik ga eerst de muntjes even aanvinken. En het slotbedel aanvinken. En dan ga ik nu 100 kleine pareltjes nemen. En hier zitten die pareltjes in. Dus die ga ik nu even allemaal tellen. Oké, ik heb 100 parels geteld. Ik ga die nu in dit hele schattige kleine ziplock zakje doen. En dat is ook al gereed en mag nu mee in de doos. Toppie, dat kan ik ook alweer afvinken. Dan draai ik de pagina om en het volgende wat ik zie staan zijn 50 hartjeskralen. Dat pak ik zo, 150 gouden hartjesstickers neem ik ook zo. 16 buigringen zilver. Die zitten in het bakje. En dan doe ik dat hier even in. Zo, dat heb ik ook alweer afgeteld. Wat zeg ik afgeteld? Dat heb ik ook alweer geteld en mag nu ook weer in een ziplock zakje. Dan het volgende zijn 10 gouden verlengstukjes. Dus die kan ik ook al gaan tellen. Dan ook weer in een ziplock zakje. En dat ziplock zakje plak ik even. Zo. Met een plakbandje. Tada. Ik ga zo meteen ook nog alles in zakjes doen, in leuke zakjes of zo. Maar eerst neem ik alles er al bij en neem ik alles af. Dan ben ik ook weer in deze doos en dan kan ik dat ook wel weer afvinken. Dan staat er 104 mm parels, maar normaal heb ik die al geteld. Alleen ik ben dus niet zeker of het er 100 zijn, dus ik ga dat nog eens even natellen. Oké, normaal zou het er 100 moeten zijn. En die doe ik ook weer in een ziplock zakje. Als ik er nog eentje kan vinden. Koude schelpen en 50 kneepkralen goud en 50 kneepkralen zilver. Ik ga beginnen met kneepkralen goud tellen en het moeten er 50 zijn. Dus dat is ook wel heel wat om te tellen. Dit zijn 80 kneepkralen. En ik wat zeg 80, ik bedoel 50 en die ga ik ook in een ziplock zakje doen. Ik had me eventjes versproken. Dat is ook alweer gedaan. 25 zilversluitingen. Hier zijn de zilversluitingen. En daar heeft ze 25 van. Die ga ik jullie even stellen. Ziezo. Dat is ook alweer geteld. Zo, voilà. Nu nog de zilveren kneepkralen en koude schelpen. Dus die ga ik er heel even bij pakken. Oké, dus koude schelpen zitten hier in. En hier heb ik nog weer wat zilveren kneepkralen. Dus ik ga nu 40 koude schelpen tellen. Want ze heeft er 40. Ja, 40 koude schelpen. Dus dat gaan we nu ook doen. Alle koude schelpen.
Dat zijn er echt wel heel wat. En dan ook alweer in de doos. Dan nog 50 kniepkralen. Zilver. Ik ga eventjes tellen. Dat in het Ziploc zakje. Zie zo. En dan moet ik alleen nog een paar kralen toevoegen. En nog 50 houten kralen en 150 gouden houten stikken. Die 150 gouden houten stikken steek ik in die kast hier. Dus die ga ik even optellen. Oké, zoals je ziet zijn daar mijn stickers. Maar ik zoek nog iets rond waar ik de stickers kan ronddraaien. Want ze willen graag op een rolletje hebben. Alleen ik zie hier nergens een rolletje. Dus dat is zeer vervelend. Misschien ligt hier nog wel iets in. Ik kan het wel rond een beker draaien. Dat kan ik wel doen, maar dat is best wel vervelend. Dan moet ik eerst knippen of zo. Dus dat ga ik eerst aan doen. Oké, sorry voor de rommelige video. Het spijt me daarvoor. Maar ik heb dus eindelijk een keukenrol gevonden. Dus nu kan ik verder met stickers stellen. Dus toppie! En echt sorry dat deze video soms een beetje rommelig is ofzo. Ja, het spijt me. Maar ik hoop wel dat jullie een leuke video vinden. Oké, yay. Ik heb 150 stickers erop gelegd. Ik vind het echt wel mooi erop gelegd. Helemaal recht. Ik ga het ook een beetje vastplakken voor de zekerheid. Zodat dat niet loskomt. Zijkant. Ik weet niet. Zo gaat het niet werken. Zo, toppie. En dan komt er nog bij in de doos. Wat had ik nog nodig? Ah ja, 50 hartenskralen. Dus ik heb ook heel eventjes mijn hartenskralen erbij pakken. Ik ga nog meer. Ik heb, hoezo, ik was niet weg. Oké, ik ben een beetje raar bezig. Let er alsjeblieft niet op. Maar ik heb dus hartenskralen. Ze hebben een mix van 50 hartenskralen besteld. Dus ik ga hier 50 hartenskralen in doen. Stop. Oké, dit zijn al 5. Zo, 50 hartenskralen. Die zitten hierin. En die ga ik nog in een Ziploc zakje doen. Als ik er eentje vind. Oké, deze is kapot. Ik ga dat in dit Ziploc zakje doen. En normaal heb ik nu alles in gekocht. Eens kijken. Ja, Oma's aan een kruisje. Een vinkje achter. Buiten nog een paar kralen moet ik afvegen, maar dat doe ik zo meteen wel. En dan heb ik zoiets genomen. Zo'n inpakzakje. En daar ga ik nu alle... alle verlengstukjes en parels in doen. En ja, ik heb ook nog 15 zilveren verlengstukjes nodig. Of moet ik er nog bij doen. Maar ze heeft ook niet laten weten welk zilver, want ik heb 2 soorten zilver. Dus die kan ik er nog niet bij doen. Maar hier ga ik wel al alle rest in doen. Ja, ik ga er alleen onderdelen in doen. Zo, zoals vleidingjes. De rest ga ik ergens anders in doen. Dus daar gaat het allemaal in. En de bedels mogen ik ook bij. En hier doe ik natuurlijk ook confetti bij, want dat kan niet ontbreken. Heel veel leuke confetti. Ik vind confetti echt heel leuk. En dan is het eigenlijk hoe ik mijn bestelling inpak. Op het einde van de video, dus na de outro, komt ook nog even een beeld of video, foto of wat dan ook, over hoe het er uiteindelijk is uit, hoe het er uiteindelijk uitziet. Wow, ik kom even niet meer op mijn woorden. Dus zo pak ik mijn bestellingen in en ook ruilsamenwerkingen. Vonden jullie dit een hele leuke video? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Ik geef deze video een dikke duim omhoog. En tot de volgende keer. Doei! We'll be right back.